Hallo mensen van de Awesome Gaming Channel. Welkom bij een nieuwe aflevering van Spyro A Hero's Tale. We waren hier zo gebleven, we gingen naar de swamp. Maar nadat we al deze gems hebben gepakt, zodat ik een lockpick kan gaan kopen bij die kutbeer. Ja, die kutbeer. Echt waar, ik vind het gewoon echt zo'n fucking gierige beer. Dus is van, ha, fuck jou, jij hebt gems, ik wil het van je afpakken. Dat heeft die kutbeer gewoon, hè? Maar ja. Zoals ik al dus zei, we gaan mooi naar het moeras. En dat is Spyro. Ja. Spyro heeft gewoon schijt aan de hele wereld. En waarom doet mijn camera het alleen maar naar rechts? Oké, zo zit het dus. Ik zat al even te kijken van, maar... En hier zijn we, het moeras. Ik weet niet wie je bent, maar je bent een fucking bitch. Oké, zo te horen heeft zijn nu een gasma. Nee. Spyro toch. Eerst gewoon een veen orgasme geven en daarna weer weggaan, hè? Ja. Hé, hey, dikke. Gaat het met jou? Hallo. Oké. Beer, fuck jou. Ja hoor, for the same price. Fuck jou, beer, fuck jou. Maar alweer 4000 gems, joh. Dat zijn er best wel veel eigenlijk. Maar ja. Hey, krokodil met een bot. Het spel wordt nu wel een beetje laggy. Vlieg, ik ben een vlindertje, zegt Spyro. Oeh, ik hoor een light gem of een draakei. Fire. Baby, I'm on fire and so are you. Baby, I'm on fire. Woe, yeah. Aha, krenk. Dat was mooi mis. En even kijken wat hier zo is. Oh ja, dat stuk. Want dit hier zo kun je kapot krijgen. Maar dan moet je dat kanon daar eens voor gebruiken. Ja. Dus dan doe je zo, land je hier zo op, druk je op B. Oh, je moet I doen op 5. Oei. En dus doe je gewoon zo. Dan is die kapot, jongen. Bam. Ja, 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 haal ik net niet. Godverdomme. Oké, Spyro, geen rondjes. Het is hier geen fucking cafetaria, Spyro. Ik kan denken van, ik wil een rondje doen. Ja, dus dan doe je maar mooi in de cafetaria, niet in dit fucking spel. Want dan kun je doodgaan. En dat wil ik niet. Oké, het is dus een light jam. Kom op, Spyro. Wat heb je nou gezegd? Echt.
Ja. Geef hoor. Ja, volgens mij zit daar ook nog eentje erin, dus... Kom eens hier, zo kut vleermuis. Kom dan! Oh, jongen! Jongen! Hehe. Vlinder. Hé, hey, Sparks, hoe gaat het met jou? Daar is een vlinder, eet. Ja, dat is lekker, hè? Dat is lekker, hè? Hmm. Oké, dat hoort dus gewoon zo. Dat kan niet. Daar kun je dus gewoon niet doorheen. Oh, hallo. Vet. Oh ja, dat wil ik. Professor, fuck jou. Ik heb pas 4. Nou, kan ik wel zo stoer zeggen van, ja, ik zit op 1/4 deel. Of 1/10, sorry, 1/10. Oké. Ja, omhoog, omhoog en horndive. Oeh, ik kan bijna die lockpick kopen. I know I want it. Want it. Godverdomme Spyro. Lul. Echt. Spyro, what the fuck. Oh. Misschien werkt wel de omgekeerde methode van Spyro gaan rondjes draaien. De hele tijd. Misschien dat het dan weer ophoudt. Touché. Oké, dan even kijken wat hier zo is. Achoo! Burn, baby, burn. Oké, hey, een chest. Oké. Ja, ik kan dat ding wel... koop bij die, ja, zeg maar die draagbare daar zo, maar dat kost gewoon echt fucking veel geld, joh. Daar ben je wel eens voor, iets wat je 5000 dieren kwijt bent, daar ben je wel voor 6225 of zoiets kwijt. Dus dat wil ik niet. Dus moet ik nog gewoon iets van fucking 1000 gems zoeken. En als ik iets is dat ik gewoon niet wil, dan zullen we nog weer eens 1000 gems zoeken. Oké, en horndive. Yep. Daar moeten wij naar binnen. Kijk, hier. Ik wil zeggen, alles gewoon fucking duur. Hier zo 625, terwijl die normaal iets van... Oh hey, hier kun je mijn... dingen teleporten en hier zo 6.205 fucking arrogante kutbier. Oh vet, ik wist geen eens dat het kon, joh. Oké, maar hier zou je vliegen en nee, dat werkt net niet. De horndive. Go Spyro. Go Spyro. Aha. Aha. Oké. Nou, jij moet gewoon vanaf. Horndives. Want nu heb ik tenminste wel genoeg geld om daar zo te gaan in. Oh ja, hier.
Electric Brief moet je eerst ervoor doen. En dat kunnen wij pas halen na de eerste baas. Spyro, pak jou met je rondjes. Serious. Kut. Oké, dat was gewoon kut. Ja. Ik ga zo meteen nog wel terug naar die gozer. Zeg maar naar de echte wereld. En dat vind ik nou eigenlijk best wel vet. Dat je gewoon al die gems houdt. Maar dus dat gewoon iets van 1000 gems ga zoeken of zo. En 1000, 10.000 gems ga zoeken. Probeer ik. Dus dan die lockpick te kopen. En dus dan ook nog die extra hit voor Sparks. Ja, Spyro denkt niet alleen aan zichzelf. Die kutbeer wel. Boom! Dat je niet verwacht, hè? Lul. Nou, ik moest toch terug. Oké. Eens even kijken. Oh ja, kut, die heeft een boomerang. En tijdens Halloween heeft hij een boomerang. Oké, die sloeg gewoon nog helemaal nergens op. Camera. Ja. Ja, ik zei al dat ik dit nu met mijn toetsenbord doe. Kut. Maar ja, ik zei dus dat ik dit met een toetsenbord doe omdat mijn gamecontroller een beetje van slag was de vorige aflevering. Dus ik weet niet of ik volgende aflevering. Ah, kak, wordt nog steeds wel geraakt, hè? Oh ja, want daar kan ik nog niet naar boven. Daar moet ik nog eerst naar de Elder Dragon. Oh ja, hier zo, die mol. Ja. Ja. Hallo. Blink 182. Yep. De. Oké. Yep. Fresh air of phobia? That's right. Yeah. I actually have a fear of not being trapped deep underground. I know. It's kind of weird. So, how about I dig a hole and do some exploring? Ja, dat is goed. Maar dat doe je wel in de volgende aflevering. Dus, ik zie jullie dan. En, adieu!